wie men dat zo schoon zegt, dat is een tijd van komen en een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. Maar voor, tot we overgaan tot het plukken van onze vosmoordhaardeneesje, wil ik graag naar voren houden. Die jongens, die prinsen, die stoel in die vosschap heeft geïnstalleerd. Zo willen volgen aan de technische commissie van de Schouwburg, zo meteen de band in te starten. En dan ga ik voor u naar voren houden de prinsen van Vosmot, Harry de Neesje. In 2006, Paul de Neesje. Thank you.
Paul de Tweede. Ze op zon en zee mogen dansen en mensen met schil die bestaan. Heb ze ook wat gebeurd op de chansen, een man met ons net aan wat gaan. Met die handjes, mengje en rammen, met die schenkje, die is aan de appelen. En dan hebben we nog een, maar ja, dat is nog geen oudwens. Maar hij steekt toevallig wel op de buur. Michael de Neeste. Ja, Vos. Dit zijn die jongens, die prinsen. Maar die prinsen willen ook het gaan doen. En daarom denk ik dat ik het woord maar zal geven aan die eerst geïnstalleerde prins, prins Paul de Eerste. Vos Harry, die staan voor rug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Leuke prinsen geïnstalleerd door rug en oog gepluk. En vanavond geef weer aan rug deze eer terug. Vos marotzen is een kunst. Uchte mag toespreken is een gunst. Jarenlang trok Geer de Vassalavenskar. En wie? Geer maakte gans Vassalavens 24 blie. Vos Harry, Geer noem ons alle verseerselen af. En reep Tobi ook nog alaaf. Verstingen die allerlei kalige pluk weer een hoon. Veren zo'n prins, vind het gaan niet erg te mogen plukken. Het kind is allemaal verrekken, dus laat het nu maar lekker lukken. En wie? Germain de Vassalovens zittert. Blie. Vos Harry, Geer noem ons alle verseringen af en reep door bij je laaf. En weer zingen hier in kaargepluk de hoon. Oh, de wapen. Maar vanavond kriegen veel oud-prinsen een unieke kans en brengen voor evenwicht in de balans. Het geeft ons oud-prinsen zeker lukken, dicht Vos Harry vanavond te plukken. Vos Marot te willen weren, met op een muts die zieke veren. Dat waar wat stoeroos beleven, maar nu is het moment door dat ze die veren af mag schermen. Als ook deed, maar in vorstenmuts zongen veren, dat is toch het wat echt niet steed. Die vorstenmuts zeerde jaren in de charmante kop, maar nu raakte ze kwijt, wat in de strop.
de scepter, zittert alaaf. Maar vanaf nu moet je zonder, want ook der nummer weer af. Dus vos, geef de scepter, doe maar gauw hier. Dan heb je er een voor andere dingen vrie. De volste ketting, met één naam op elke schakel. Dat is uniek, dat is een mirakel. Die ketting vertelt een rieke historie. Ook die willen verdruk, verdorie. Ik ben nu de laatste in de rie. En ik vul me nu frank en vrie. Ik mag voor heel even alleen over ons marotterie regeren. Best voor zo meteen onze nieuwe vos Frits gaan installeren. Zo vos, wat staat je dan? Geer. Zo kan wie nou? Samen met neugprinsen, die hier voor ug speciaal, voor een allerlaatste keer, stond te schitteren en te glitteren met de zittigste vaste avond. Die geer wat anders als je ook kunt zeggen. Maar we staan niet alleen om ons persoonlijk te bedanken voor de schoonste tijd van ons leven. Nee, we staan hier ook om ons namens de Prinsenvereniging te bedanken voor hetgeen je allemaal betekent voor de vastelavond. Nu heb ik weer een vergadering vandaag, om dat niet op een zomaar even op een normale manier te doen. We hebben een speciaal cadeau voor in gedachten. En daarvoor moet ik even toch even uitleggen. Het is namelijk zo voor een traditie bij de oude prinsen, dat zodra ze de leeftijd van 50 bereikt hebben, die heb je hier al lang bereikt. Veel nog lang niet. Maar dan is het zo, dan kreeg ze een ganz speciaal cadeau. En dan was ook even de vraag vanuit de coulissen of dat niet erg kon komen. Namens de Vereniging van Prinsen wil ik bij deze keer dit cadeau aanbrengen. Ja, moet het toch even openmaken, anders kan ik niet vooral met afmaken. Precies. En dat betekent, geduld is een deugd. Oftewel, geduld is een schone zaak. Want, daar zouden we de prinsen natuurlijk niet zien, als we niet zelf ook hebben een Westburg-gek cadeau doen. Het is namelijk ook zo, bij diezelfde traditie, dat als je hier de 50 bereikt hebt, dan krijg je een cadeau, maar je krijgt dat cadeau alleen als je een feest gehaald, waarbij de prinsen zijn goed genoeg. Wat je hier veilig hebt, is slechts een prototype. Het echte exemplaar is bekend veilig, dat stijgt nog te druk in de oven. Maar bij deze wel oprecht, het cadeau dat komt eraan en we zouden Ger met alle oude prinsen weer langskomen om het dan aan te leggen. Ik heb het jou zelf uitzoeken. Uitstel is. Luister, dan is het nu tijd voor something else. Dus ik zeg, we gaan door. En vooruit in ieder geval alvast een hele fijne avondpuntje. En vooral voor schoonjeugd toe te zien. Bedankt.
prinsen hebben een cadeau aangeboden. Maar de marotten hebben ook een verrassing in petto voor u. Maar eerst, voordat we die verrassing bekendmaken, maar eerst zou ik onze ceremoniemeester Maurice willen vragen om die leefvrouw Els en dokter Joachim Wüst naar voren te halen, hier op de bühne, dat ze met kunnen horen en luisteren wat de marotten voor dicht bedacht hebben. Raandag, de marottenkapel zal even blazen en dan komt Els en Joachim Wüst naar voren. Els kent je natuurlijk, jarenlang gezien aan de zieën van Vorst Marot. Maar Joachim Wüst, het is ook een hele goede vriend van de marotten. De marotten waren 50 jaar vriend met de grootste kelder. Aan het initiatief van Joachim Wüst wordt er een medaille gemaakt waarin de verbonding was tussen marotten en de grootste kelder. Dan vind je het zo fijn dat je hier vanavond ons de eer kunt om vanavond als voorzitter, als president van de grootste kelder. Opgericht 1882, 1 jaar jonger als de marotte, maar heb ook minder rumpelen als de marotte. En wat kan ik dat jaar? Ik vond tegen Vos Hari zeggen, het begon 7 januari 2006 en het eindig op 3 januari 2005. Negen jaar heeft onze Vos Hari de vaste wafelskaal getrokken. 9 jaar veel, heel veel werk verricht, maar ook veel voldoening eraan beleefd. Aan die regeringsperiode komt vandaag een einde. Met dank en respect nemen de Marottinnekes en de Marotten afscheid van dich. Vandaag, 2015, verantrekt naar 1945, het jaar na de oorlog, 70 jaar bevrijd. In die 70 jaar, en ik denk dat dat ook een eer is en een pluspunt voor de marotten, in die 70 jaar zijn er 8 marottenvorsten geweest. En die hebben het Rijk geregeerd. Vernoemen hun namen met dank en hoogachting. Wat ik denk in een dag als vandaag, is in een dag om terug te kijken in de geschiedenis met Harry, maar ook in de dag straks om te kijken naar de toekomst. En dat doen we straks met de nieuwe vorst, Prins de Eerste. In het verleden dus, in 70 jaar tijd, hebben de marotten 8 vorsten gehad die het Rijk regeerden. Ik neem mijn namen met respect en hoogachting. Hubert Hermans, Dom van den Berg, Wil Huys, Lambert Klaassen, Leo Meijers, Fernand Schmeets, Ben Bartelmeijers, die ik vanavond moet verontschuldigen, is krank, maar gelukkig heeft er goede berichten gekregen en zit er de toekomst ook voor Ben werkend. Fijn dat een roze kleur groeit en we hopen hem dit seizoen weer in ons midden te kennen hebben. Ben, beterschap. Natuurlijk mag ik ook hem Wienans niet vergeten. Niet in de functie als Vorst Marot, maar wel in de functie als voorzitter heeft er de Marotte geleid in toch wel een hele lastige tijd. En toen kwam de opvolger Harry van den Broek, die vandaag van ons afscheid neemt. Bij een beetje rekend, niet zo goed als rekenen, die weet dat 70 jaar, 8 Marotte vorsten, dan hebben ze een houdbaarheidsdatum, zeggen ze in de levensmiddelenbranche, van ongeveer 9 jaar. En die houdbaarheidsdatum heeft er zich gehouden. Dan zei ik nog gewoon, als het wel eens fris en lekker is. En hij heeft de 9 jaar volgemaakt, heeft precies gehouden aan de regels. En daarom had ik hartelijk dank voor alle werk en wat ze gedaan is. Ja, in die jaren van Harry hebben 9 zittische snaken een schitterend en onvergetelijk prinsenjaar gehad. Hun prinsendruim heeft stoel waar gemaakt.
En ze staan hier nog op een rie. En voor ik het namen neem, wil ik ze alvast bedanken. Ook namens de Marotte, namens de ceremoniemeester, namens de zaal, voor het schoon nummer wat je gebracht hebt. Je hebt geen leraar gehad, die Schmeens op de leerschool, en je bent er kunnen lezen en je bent er kunnen ophouden. Jongens van die altijd hoog zullen houden, die zich niet zullen vergeten, is een bijzonder schoon jaar op zijn bezorgd. Dat zijn Paul Reuk, Koen Bondi, Jeroen Dieteren, Raymond Fennings, Wouter Simons, Tom Jansen, Funs Hermans, Paul Franke en nog even Michael den Dekker. Bedankt jongens voor het fijne werk, ook vanavond en ook vooral voor wat je voor de zittersje vaste avond gedaan hebt. Zeker. Als we het hebben over de historie, dan moeten we ook melden dat u, die ook voor een gedeelte op de bühne zijn geweest, tegen zeer verdienstelijke personen voor het Marotte die is toe in de Ridderstein hebt verheven. Dat zijn T. Wessels, Pierre Deteren, Wim Klaassen, Joachim Wust, Lea Beurskes, Joep Klienans, Fini Mostkowski-Kals, Jan van Daal, Stefan Benscheid en vanavond wil iedereen. En zeker, maar voor in die galerie van vuil verdienstelijke lieverden, maar wat niet vergeten, dat op 8 januari 2011 onze geleefde burgemeester Schraak Cox benoemd wordt de erecommandeur van de Marotte. Een van de speerpunten in die beleidvorst waren de verjonging van de Marotte. We hebben jong, energieke lu, heb ik hier aangetrokken, binnen onze Raad van Elf. Ik neem Thijs Jacobs, Thij Bormans, Wil Simons, Roel Vrensen, Wouter Simons, Maurice Meijers, Rafael Klaassen en in de wachtkamer, maar is al gebalanceerd en is heel welkom hier de Marotte, Rob Sprengers. Dat zal geïnstalleerd werden de volgende zitting, of de zitting vandaag, vanavond waar het programma zo druk, maar er is hier, is met veel plezier hier, en hij zal dit jaar nog de Marotte Mutsch op de zand krijgen. Dus dat waren de speerpunten, de verjonging van de Marotte. Als we denken over die regeringsperiode, moeten we ook denken aan speciale evenementen en gebeurtenissen die in die regeringsperiode tot stand gekomen zijn. Zeker wil ik memoreren de succesvolle zonnebloem- en seniorenzittingen, uitverkochte zalen en vooral als men dan ziet wie die oude nu uit de bejaarden te hoezen, uit de klinieken, wie die daar middag genieten, dan zei ze, ja, dat over het vuur. En als ze dan als vos maar op de troon zit, dan zei ze, ja, dat is dat stuk voldoening die al die leuten meer dan weg maakt. Dat was een heel groot initiatief. Ook fijn was dat de sleutelöverdag uit de zaal naar de apeloog ging. Op het knom van het balkon werd toen de sleutelöver gedragen. Een prachtig evenement, de merkt stamp en stamp vol. En dat is ook in die regering tot stand gekomen. 2011, de grote optocht van de NOS TV op de televisie. De prins van Gelijn. Het is een gouden prins, maar dan vond je toch jammer dat hij niet op de televisie was. Veerbaal, maar ja, dat heb ze in een grote stad. De TV-uitzending wordt bekeken door 300.000 man. Dat waren zeer heel hoog kijkcijfers. Vergeten 2009. In 2009 hadden de Marotte op initiatief van de Vorst Marotte een grote samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen, oftewel de NS. Het ging over een bosch, er moest een bosch aangelegd worden en dat moest een naam krijgen. En de Marotte zou begrijpen dat het het Marottebosch zou worden. Ik moet zeggen, op alle NS-stations zongen grote posters in kleur met de foto van de Marotte. Of je waren in Griezengrubben op de straat, of in Nieuwegein,
op de Staatsen stond een foto van de Marotte met de prins in het midden. Een heel geweldige promotie voor Zittert en voor de Marotte. 2011, 25 februari. We gingen op audiëntie in Den Haag en waren te gast bij minister en vicepresident Maxime Verhagen. En ik moet zeggen, op dat ministerie ontving onze geweldige ontvangst een deel met alle denkbare egaars. Maar toen de tijd van het schokken door was, waren alle nonnenvotten verdwenen. Op de kantoren, op het ministerie, gingen onverwachts de deuren open en alle hippetikjes en alle jongjongens gingen op de nonnenvotten af en te ver aan de beurt waren ze helaas op. Ja, zag ze. Maxime, dan moet je maar strikken met mijn streek en geen nonnenvotten. Ja, zeker. Maar ik wil in die prachtige daden wat ze voor de vereniging gedaan hebben, niet vergeten de realisatie van een eigen verenigingslokaal. Voor de Marotte is een prachtig lokaal gekomen op de Oude Markt. Een heel aanwens. En tenslotte wil ik nog nemen het grote, grandioze Marotte jubileum zit er treed door met de Marotte Proms en de Kultje Avond. En met dat geweldige successeizoen waar ongeveer de tijd van gauw gekomen. Ik moet te zeggen, zulke inzats, als je gehad hebt, zoveel jaren van troeve deens, denkt beloond te worden. Luister maar eens wat de wijze raad van de Marotte besloten heeft. Op voordrag van het bestuur heeft de wijze raad goed gevonden te benoemen als grootvorst van de Marotte de heer Harry van den Broek. Voorzien van dienste als vorst Marotte van 2006 bis 2015 voor de Zittersche vastelovende in het algemeen en de vereniging de Marotte in het bijzonder. Deze eretitel is hem verleend wie zijn afscheid op 3 januari 2015 in de stad Schulburg te Zittert, de wijze raad van de Marotte. Als een man grootvors wordt, dan moet je ook verzekeringen die hebben en onderscheiding steken. De Christen, gouden papegaai met de inscriptie. Harry de Eerste, grootvorst van de Marotte en het jaartal 2015. Mutsje willen afnemen. Ik ben weer geëfdig bij je terug. De muts van de Marotte. Maar die muts is niet compleet. Ze worden niet zo groot als de vorige muts. Moet een stapje terug doen, maar het veld is er twee veren die ze dik en dik verdient. Ja, dat waren de beste verdikken. Grootvorst, voor zoveel ik eigenlijk moet zeggen, hoog het woord geld rijden, maar het over oneet, voor Geert en Els. Want Els is natuurlijk een schakel die onmisbaar is in die functionaire over Els, Geert en Blum. En als de noten. We hebben een groot kelder onder een verrassing verwerking. En daarom geef ik graag het woord aan de president van de grootste kelder, Dr. Joachim Wüst. Ja, lieber Harry, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, ich spreche am besten Kölsch, denn dann
können Sie mich am besten verstehen, weil die schöne kölsche Sprache ist genauso schön wie die niederländische. Und heute Abend habe ich eben mitgekriegt, dass mir die Prinzen die alle gereimt haben. Und da habe ich ganz schnell mir auch jetzt überlegt, was man sagen kann. Ja, lieben Harry, weißt du auch heute in Sittard je Glück? Du nicht Grieche, zur Not küsse noch Kölle je Jück. Ja, die großen Kölner und die Marotte Sittard verbindet schon seit Jahren, seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft. Und deswegen habe ich gesagt, heute Abend muss ich herkommen, wenn der Wechsel vom Forst Marotte stattfindet. Da muss ich dabei sein, auch wenn wir in Köln natürlich schon am Vieren sind. Und aus diesem Anlass möchte ich dich als Präsident der großen Kölner im Namen der gesamten Gesellschaft und insbesondere auch des Senats ernennen zum Ehrensenator der großen Kölner. Noch nicht fertig geworden, aber die geht es dann später, wenn du in Köln bist. Aber ich möchte dir noch den Narrenkreisel aus Bronze überreichen, den nur ganz wenige der großen Kölner bekommen. Auch den sollst du bekommen und natürlich die Sanatorennadel als Ehrensenator der großen Kölner. Ex-Vos Harry, maar dat zal zeker zelf gaan zeggen. Maar ik zou hem willen vragen om dich, Joachim, te onderscheiden met de Marotte Orde van dit jaar. Eerst even dat de rotje moeten opruimen liggen. Dat is wat dicht van nou, die liggen allemaal erin. De strikse wat er bewaren. Tuurtje weg. Ja, och nog maar zijn, hè. Ja, de beste natuurlijk toch voor Popzak als dat dit dan allemaal gebeurt. En als ze van nou zo spreken, ja, dan moet ze eigenlijk niks meer zeggen. Ik bedoel, want wie zei dat, wie dat kan zeggen, dat kent Nemes. Maar ik wil toch even terugkeren met een paar zaken die een grote indruk op mij maken. Als ik mijn prinsen zo zijn binnen trekken, dan komt er bij een valdruk. Wat ik even ook zie, als ik zijn schoot bekijk, is dat er, het zou niet voor lang moeten wachten met aftrek. Maar links en rechts beginnen de peksjes toch een beetje te spinnen. Mijn stalen gezicht zegt, nee, ik heb het achter de coulissen gezien. Ik ga in ieder geval met mijn prinsenkeuze, en ik heb fantastische prinsen gehad, ook bereiken dat iedere Zittersche jong, waar ook in welke wijk ook woont, dat de prins van Zittert kunt worden. Een keuze van de prins is sowieso een zaak waar de vorstman op afgerekend wordt. Wie wel aan zijt, een zwaar en verheven taak. Maar ook een taak die naarmate ze het dekkerste gedaan hebt, wordt het immer zwaarder, wie eerste keuze. Want immer meer beseft ze eigenlijk was ze de jong en zijn familie aandees. Die weet er niet van tevoren, maar een gans leven verandert. En de vrucht zich soms was af,
Ja, waar ben ik eigenlijk als Vos Marot om dat te kunnen doen? Maar ik moet zeggen, achter de heren achter ons gestaan en ook de familie is wie die met heeft gemaakt, dan ben ik daar zeer content op wie ze dat allemaal hebben klaargekregen. Terugkijkend denk ik dat we ook heel veel van de jeugd hebben genomen. En middels jeugdactiviteiten, lessen die we hebben ingericht voor de scholen, we hebben kenjerstickers gemaakt, kenjerzittingen, jeugdzittingen. Maar niet te vergeten ook het leidje wat druk, het kenleidje. Want ook boete zit dat altijd hoog ogen gegooid. Dat is ook een missie van de Marotten om te zorgen dat die traditie wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Ook de manier waarop weer de boete terrein is veranderd. Social media, Marotten TV zit heel sterk aanwezig. En dan niet te vergeten onze glossy papegaai. Die vorig jaar wat eerst goed gekomen en dit jaar een vervolg gekregen. Ook heel erg groot bekend zijn. Wat ook een grote indruk op de geleerd als Vos Marot is het krankenbezoek. Ik herinner me het bezoek aan de lid van de Marottenkapel, Benno Martens, op de morgen voor het oproes van Paul Franke. Dat was één werk voor zijn overlijden. Daar ben ze samen met prins Funs, de tweede, wie een jonge man die met zijn uiterste kracht en spanning recht gaat zitten om zich te laten decoreren met de jaarorde van de Marotten. En dan de juiste deur te vinden en vervolgens een half uur later dit oproes een gans aan rol te spelen. Dat prachtig. Maar dan leeft me wat aan is. Dan merk zo pas wat de zitters was verloofd voor nu betekent. Dat zit zo tegen. Zo in gevuld wat direct uit het hart kunt. Een gevuld dat een ander feest, die groter opgezet is, nooit of nooit van nimmer kan invullen. Dat is vast al wat voor de Zittersche jongen. Als je mij nu zou vragen, wat is nu de schoonste of grootste onderscheiding die mijn Vos heb, net al genoeg gekregen. Die grootste en schoonste onderscheiding. Dan moet ik toch zeggen, het beeldje met de vod met oren. Een prachtig beeldje, een schoon vod, heel grote oren, gekregen het sterrenvoet van Jos Rie. Toen ik dat kreeg, dacht ik, Harry, hoe telt ze echt met? Wie ik tegen familie zag van ik verwerk om te stoppen met Vos Marot, was het eerste wat mijn kleinzoon Yves van Neugen, die zit hier voor, zag. Oh, dan kent je nog op mijn grote mensenfeest, verjaardagsfeest komen. Oh. Want ik ben er namelijk nog nooit op zijn verjaardagsfeest geweest. Hij weet niet beter. En dan zal ik toch op mezelf te denken, Harry, dat is toch, bij de familie is toch aan te liggen. Ik wil ze daarvoor bedanken. Vooral natuurlijk ook mevrouw Els, die niet alleen voor dat ze altijd toes moet zitten, maar ook door het jaar her, maar dat ze eigenlijk Urgens binnenkomt, en Frits zal het zeker bemerken, als Urgens binnenkomt als Vos Marot, dan ben ze nooit alleen met z'n tweeën. Dan kun je altijd wel even tegen dat ik heb wil vertellen of de gewijze rap wil geven. Els, daarvoor wil ik je bedanken. Maar ik wil wel u bedanken, nee, maar uiteindelijk een brillekes. Ik wil u bedanken voor datgene wat Geerlich al die jaren hebt teruggegeven. Het was een grote eer voor mij om 9 jaar uw Vos Marot te mogen zien. Zit er, voilà. Ja, hoe ken ik het gewoon zeggen, maar dat geeft nu niet met de kleinmuts op. Dus ik zal even van muts willen toetsen. Goed, leef nu. Zo is nog even de heer Harry van den Broek. Nu is er Grootvos Harry Neesje. Maak het hemel, kraftig zitten laaf. Voor de heer Harry van den Broek. Zitten!